Dit is de legging voor de steenbok. Voor de liefde. Het is mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. De gegevens daarvoor vind je in de beschrijving van de video. We gaan kijken wat er gaat gebeuren in de liefde voor de steenbok. Staven 9. De Rad van Fortuin. En de Baker's 10. Dus dit gaat om een relatie waar je al in zit. Het is een relatie met iemand en jullie hebben het nodige meegemaakt met elkaar. En het is eigenlijk mag het een wonder heten dat jullie nog bij elkaar zijn. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Heel veel moeilijke dingen, nare dingen. En toch zijn jullie nog steeds bij elkaar. En blijven jullie ook bij elkaar. Jullie zijn al aardig wat jaren samen. En voor sommigen van jullie zijn er al kinderen. Voor sommigen van jullie nog niet. Dus dat verschilt nogal. Maar jullie zijn al heel langzame. En jullie blijven nog heel langzame. Ik zou zeggen voor altijd. Dat er eigenlijk niks meer is wat tussen jullie in kan komen. En ik moet zeggen dat er echt heel veel mooie en echt prachtige tijden aankomen voor je. Voor jullie. De dood. En de staven 8. Ja, de dingen in jullie verleden die er gebeurd zijn, die zijn voorbij. En jullie gaan naar hele mooie en betere tijden toe samen. Wat er gebeurd is, dat ligt achter jullie. En het is nu tijd om je te richten op de toekomst.
om de dingen die gebeurd zijn los te laten. En achter je te laten. En alleen nog maar vooruit te kijken. En dat is wat jullie gaan doen. Pentakels 3. En de aas van staven. Jullie kunnen helemaal opnieuw gaan beginnen. En en het wordt echt een heel mooi en passievol nieuw begin tussen jullie. Je kunt echt opnieuw beginnen. Het zou zelfs een huwelijksaanzoek kunnen zijn. En als dat iets is wat jij wil, dan is er alleen nog maar meer kans op. Met het ras van Fortuin. Dit zou heel goed een huwelijksaanzoek kunnen zijn. Wat er aankomt voor je. Wereld. En de schildknaap van Kelken. Er gaat een hele nieuwe cyclus beginnen voor jullie. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jullie laten echt dat negatieve achter je. En jullie beginnen samen opnieuw met heel veel liefde en geluk. En een huwelijk. Ik zie een huwelijksaanzoek en ik zie een huwelijk. En ik zie jullie samen oud worden. Ik zie kinderen, ik zie een huis. En heel veel liefde voor elkaar. De keizerin. De koning van Kelka en de pentakels 9. Er is heel, heel veel liefde tussen jullie. En wat zo goed tussen jullie werkt, is dat jullie elkaar vrijlaten om te zijn wie je bent. En dat doen jullie allebei voor elkaar. Jullie helpen elkaar groeien. Jullie vinden elkaar heel aantrekkelijk. Wat natuurlijk ook altijd helpt in een relatie. En jij bent heel zorgzaam. Ook naar de ander toe. En de ander geeft heel veel liefde. Overlaat je met liefde.
En het voelt alsof jullie al misschien al 50 jaar samen zijn. En dat daar nog 150 jaar bij komt. Zo erg horen jullie bij elkaar. En het is super mooi dat jullie dat wat jullie hebben meegemaakt achter jullie kunnen laten. En samen verder kunnen gaan. En dat is echt een heel mooi vooruitzicht voor de toekomst. Niet alleen voor de komende tijd, maar ook voor de jaren die gaan volgen.